Waar bent u nou weg? Eigenlijk nergens naartoe. Heeft u vrij vandaag? Vanmiddag, ja. Ja. Ik ben op weg naar werk. En wat houdt het in, werk? Ik werk bij Rijkswaterstaat. Oké. Ja. En wat doe je daar? Ik werk als adviseur werving en selectie daar. Recruiter. Wat maakt het zo leuk om bij het Rijkswaterstaat te werken? Ik denk dat het werk wat je doet ook echt zichtbaar is eigenlijk. Bijvoorbeeld al, nou niet deze brug, maar de brug daarnaast, de Galenkoppenbrug. Dat is best een groot project wat nu gaande is. Dat wordt onderhouden eigenlijk. En de mensen die wij voor werven, die komen bijvoorbeeld daar te werken. Dus het werk wat je doet is gewoon zichtbaar in de maatschappij. Ja. Jullie hadden vandaag een dagje vrij of zo? Of, Ik zit nog in mijn verlof, want ik heb net 2 maandjes terug een kindje gekregen. Oh, oké. Okay. En dit is mijn schoonzusje, die komt me helpen vandaag. Ja, helpen vandaag. Wat leuk. Ja, en dan met een omweg naar de supermarkt, want dan hebben we ook even een wandeltje gehad. Ik kan vrij slapen. Oké, dus je zit nog in je verlof? Ja, dat klopt. En hoe bevalt dat? Je bevalt veel te goed. Ja. Je wilt eigenlijk niet terug nog? Nee, ja, maar dat is ook omdat ik hoef ook nog voorlopig niet terug. Ja. Ik werk in het onderwijs en mijn verlof sluit aan op de zomervakantie. Dus ik weet ook dat ik nog heel lang mag genieten. Dus, ja. Ja, jullie zijn hier lekker aan het honden uitlaten, zie je het zien? Zeker, zeker. Even de honden uit laten razen, want deze heeft al de hele ochtend energie te veel. Oké. Dus het idee was om daar eventjes vanaf te komen. Ja, is dit jullie pauze? Zoiets. Hou het daar maar op. Ja. Ik ben officieel gewoon aan het werk, maar kan gewoon tussendoor. En wat ga je straks doen? Goeie vraag. Kijken wat zich aandient, denk ik. Ik werk in een serviceomgeving, dus ik ben puur afhankelijk van wat er binnenkomt. Okay. Dus ik heb nog geen idee. You on your way to the ship there? Yes, we go to make it little bit shopping, groceries, and we have to go for unloading. Ah. We transport salt from Rotterdam. Okay, and what's so fun about it? It depends how you do your job. If you don't like this job, it's not fun. No. You have to like this job to be because you are far away from family. And sometimes you don't work only 8 hours, sometimes you work 9 hours, 10 hours, and maybe your family waiting for you, and it's not fun anymore. En wat maakt het dan zo mooi als je dan zo, zoals vandaag, is een best mooi weer, hoe is dat dan om hier zo te fietsen? Ja, dat is wel lekker toch? Ja, het zonnetje schijnt en het is hartstikke lekker weer. Dus. Ja. En doet u dat dan iedere dag? Of? Nee, dat doe ik niet iedere dag hoor, nee. Want ja. Jullie wonen hier gewoon hier? Ik kan het net niet zien, 2 flats verderop. Ja. Dus, en hoe bevalt dat? Ja, prima op zich. Ja. Ik zit er nu, 5 jaar. Ja. En dat, ik woont hier goed hoor. Ja, en kan je een aantal punten noemen die je heel goed bevallen? Punten die heel goed bevallen. Ik denk sowieso de bereikbaarheid, zowel qua openbaar vervoer als... je zit natuurlijk vlak bij de A12, bij de A2. Ja. Dus je kan overal heel makkelijk naartoe. Nou, je hebt een hoop faciliteiten in de buurt, dat scheelt wel. Je bent zo in de binnenstad. Het is gewoon een lekkere, drukke, gevarieerde wijk.